Wat is het fijn om jou eens een keer in de studio te hebben. Ja. Dat vind ik echt, en ik weet niet waar het vandaan komt, maar hier in Therma Radio 538 gaan de geruchten dat ik jou en jouw muziek niks zou vinden. Is dat zo? Nou, dat heb ik wel gehoord, ja. Het is gelul. Ik weet niet waar het vandaan komt, wie dat de wereld ingeholpen heeft. Intern ook nog echt. Intern, echt, wordt hier gewoon gesnitcht over nou, mij. Laat ik het zo zeggen. Gesnitcht, dus ja. Het is wel waar. Nee, het is niet waar, maar... Nee, maar het was zo, ik vervang dus Daniel, dus gisteren zat ik hier voor het eerst in de studio. En ik zeg, oh, morgen Mr. Polska, natuurlijk, leuk. Maar ik zeg, het vroeg aan Ivo, maar jij mag hem toch helemaal niet zo? Ja. Ik zeg, dat heb ik gehoord. Dus Ivo zo, waar de fuck heb je dan nou ineens vandaan? Ik snap ook niet hoezo. Ik bedoel, hij komt al binnen. Nou, wil je een lekker vodkaatje erbij? Ik denk, dat is top. Ik heb gezorgd dat die jongens op de radio überhaupt komen. En zo is ik kwam het. Hier naar binnen, ja? gewoon met al mijn neven. En ik zei, geef deze twee jongens een kans, man. Echt? Ja. Nou, toen hebben ze ons schoorvoetend aangenomen. Zo is het gegaan. Hé, hey, goed dat je er weer een keer bent. Want er gingen wel wat... Toch wel een treurig verhaal deed het eronder dat jij het plezier in muziek maken kwijt was. Ja, ik weet niet per se in het muziek maken, maar gewoon in de hele circus of zo. Muziek maken is wel altijd leuk geweest, maar op een gegeven moment... Er komt natuurlijk een hoop meer bij kijken. Je doet shows en natuurlijk ook promotie, interviews, gekkigheid, Expeditie Robinson. Ja. Nou zal dat niet de druppel geweest zijn, denk nee, ik. Nee, maar... nee, nee. Het was een soort van combinatie van... Kunnen die trompetten iets zachter? Ja. Het was een beter? Ja, beter. Ja. Ik voel me een soort van Hans van de Tocht. Kom dan maar! Nee, maar het was een soort van combinatie van echt mega mayhem drukte. Ja. En de frustratie van muziek maken, maar zeg maar dat je echt op zoek bent naar iets wat het nieuwe ding moet gaan worden voor jezelf. En dat je er gewoon niet uitkomt. Ja, want jij hebt natuurlijk wel, je hebt naam gemaakt met, laat ik het even die gekke sound noemen, met Animal Beats, Gabber Beats en gewoon gekkigheid in combinatie met Boas. Daar heb je natuurlijk ook wel een hoop aan te danken gehad, denk ik. Zeker. Was daar op een gegeven moment de nieuwigheid vanaf, was dat het? Ja, voor mijn gevoel wel, weet je. Kijk, we zijn die muziek begonnen om onszelf te onderscheiden van de rest. En op een gegeven moment had die muziek die functie niet meer, omdat het gewoon zo onarmd was en ook steeds meer mensen... beetje in die hoek gingen zitten, weet je wel. We waren toch een soort van lonely eenden in die vijver op het begin. En toen moest er iets nieuws gaan komen. Maar ja, dat is een van de moeilijkste dingen voor een artiest. Jezelf opnieuw uitvinden, weet je. En hoe heb je dat gedaan dan? Heb je jezelf opgesloten ergens in... Nou, ik denk gewoon die depressieve tijd uitgezeten. En ik denk dat voorafgaand van dit album... ik denk dat we een jaar lang muziek hebben gemaakt wat niet op dit album is gekomen. Gewoon allemaal shit uitproberen. En tot we op een gegeven moment gewoon op iets zaten en waar we gewoon goed gevoel bij hadden, weet je. Maar betekent dat ook dat je dan bijvoorbeeld allerlei andere gekke dingen hebt geprobeerd die uiteindelijk dit album niet gaan halen? Gewoon echt... Ja, gewoon, we probeerden gewoon een beetje wat we eigenlijk altijd al deden. Dat probeerden we gewoon een soort van op een nieuwe manier te doen. En dat werkte gewoon niet of zo, weet je. We probeerden een soort van nieuwe house te maken en een nieuwe soort van vlammen en allermooiste feestje. En op een gegeven moment... Ik had ook helemaal geen inspiratie meer daarvoor of zo om weer datzelfde te doen. Ja, wat ik me afvraag, is die druk heel groot? Voel je zeg maar van, andere mensen doen dit, dus ik moet ook wat gaan doen? Of ja. Kijk je niet zozeer naar andere mensen en denk je van, fuck it, ik doe wat ik zelf te gek vind? Dat probeer je wel natuurlijk. Je probeert zo min mogelijk op andere mensen te letten. Maar ja, je merkt op een gegeven moment gewoon van... dat de buzz rondom jou gewoon steeds minder wordt. Hoe langer je niks uitbrengt of zo, weet je wel. En het is niet alsof ik 10 jaar niks van hem heb laten horen, maar... Ja, even kijken, de laatste echte knaller, dat was wel echt, voor Rafotte was dat, denk ik, Vlammen of zo, weet je? Ja. Ja. Daarna hebben we al dingetjes gedaan, maar dat heeft niet meer zo, dat is niet meer zo groot geworden. En dan is op een gegeven moment, en zijn er dan mensen om je heen die dat dan zeggen? Die zeggen van, nou ja, Dominique, misschien moet je een keer wat anders gaan proberen? Nee, of is vooral, denk je dat zelf dan? Of? Vooral Boas en ik. Ja. Dat wij gewoon met elkaar praten en dat wij elkaar aankijken. En willen wij nog steeds die guys zijn die... Oh, daar komen we weer met onze herrie. Ah, weet je wel. Je wordt natuurlijk ook wat ouder. Ja. Is dat ook een reden dan? Dat je juist ouder wordt en je denkt van... Nou, nee, niet per se, ik voel mij niet per se oud of zo. Maar kijk, je probeert natuurlijk wel dat die muziek een weerspiegeling is van jouw lifestyle. Ja. En inderdaad, toen wij dat maakten waren wij 17, 16, 18. En nu ben ik 25, nog steeds picky. Ja, maar net als ik. Mijn leven is wel...
heeft wel een andere vibe of zo. Dus ja, dat automatisch krijgt die muziek dat dan ook. Ik zag een poosje geleden op je Twitter zag ik al het artwork van het cd'tje wat ik nu in de hand heb. Oh. Snoller, nu overal, overal verkrijgbaar op Spotify, iTunes, everywhere. Sick artwork, man. Wie doet dit? Want het kan heel hard gaan. Hè? Ik hoor verhalen van mensen die gewoon shit maken en dan in één keer door iemand uit Amerika worden gevraagd om volgens mij A$AP Rocky of zo, die wilde een Nederlandse designer wil in één keer voor zijn album hebben. Nou, ik gun het hem van harte. Dat is mijn DJ Ciro, die ken jij waarschijnlijk wel. Ja? Die maakt deze shit. Die heeft ook heel de huisstijl gemaakt van het album. Heel vet hoor, heel vet. Hey, ik vind het gezellig dat je er bent. Als je mee wilt twitteren, als je vragen hebt aan Polska, twitter gewoon hashtag avondgroep. Of @avondgroep. Zullen we rotten, want je gaat zometeen ik denk mijn favoriete track van het album live doen. Ja, toch? Dat is een track, ik vertelde het net ook al, die ik denk anderhalf, nou misschien wel 2 jaar geleden inmiddels al heb laten horen aan ons. In een van de eerste varianten waarschijnlijk. Bij Daniel Thijs. Ja. En toen heette die nog Kleine Poolse Man, geloof ik? Ja, zoiets. Niet dan? Nou, dat is uiteindelijk niet. Dat was uiteindelijk een werktitel. Zometeen gaat hij hem live doen. Volgens mij ook, voor het eerst op Nederlandse radio. Ja, volgens mij, ja. Dan zou ik eigenlijk ook nog wel de 538 vragen met je willen doen. Maar ik zit er een beetje aan de tijd zitten. Dus eigenlijk heb ik eigenlijk nog maar 1 vraag voor je. Want waarom moeten alle mannen van Nederland stoppen met masturberen? Gaat je baard sneller van groeien? Is dat het? Ja. Oh, is okay. Dat het? Oh. Ik zit er half kou in me. Heb je er echt profijt van? Nee, je, ik zeg voor de duidelijkheid, je bent gestopt, hè? Ja, ik ben. Of heb je stiekem inmiddels alweer een pak geslagen? Nee. Nee, kijk, iedereen moet dat voor zichzelf weten, maar voor mij werkte dat gewoon beter, man. Oké. Gewoon meer jagerinstinct. Meer jagerinstinct. Kijk, jij kent toch dat gevoel dat je, zeg maar, thuis bent en dat je best wel hitsig bent en dat je dan met een chick aan het appen bent en denkt van oké, ik ga haar fixen en dan ga je even snel douchen en dan sla je even snel die pacha. Mm-hmm. En dan ben je terug met je telefoon in je hand en denk je, nou, het is wel oké. Kan ook gaan Xbox of zo. Weet je? Dat werkt, ja. Okay, maar hoe lang heb jij dan niet gerukt, Ivo? Nu? Ja? Zijn baard is vet gerukt. Ja, kijk naar mijn baard, man. Yes! Nee, ik denk 4 dagen of zo. Ja. Zullen we maar gaan doen dan? Wat rukken. Nee, ik heb het over de trackie 10 van trackie het album. Ja. Trackie 10 van het album Stoller. Het is nu overal verkrijgbaar voor Spotify, iTunes. Het is mijn favoriete track van het album. Ik zeg, laten we hem gaan doen. Ja, toch? Live op Radio 538, Mr. Polska en Ultratraan. Automonteurtje, dat zou ik worden. In restaurant waste ik borden. Mijn eerste microfoon, die 5 donies deden pijn. Maar achteraf gezien, de investering van mijn life. Ik was precies die boze broer voor mijn zusje. Ik zou je rammen afbetasten als je wou een kusje. Grappig, zij is nu volwassen. En ik ben nu mijn pik en al die kutten aan het passen. Never had ik money, altijd was ik skeer. De jongens uit de buurt, die hadden altijd meer. CNA boy met 1 paar Nike's. Iedereen had scooter, ik kwam op bikie. Nu gebeuren dingen en het lijkt een man vanzelf. Voor mijn eerste videoclip heb ik nachtenlang gewerkt. DHL live, TNT live. Nu sta ik in de disco, staan er mensen in de rij. Zakken passen piemel als je niet gelooft. En wachten op een wonder, ik ga liever dood. Ik doe niet zielig voor je medelijden. Ik ben gewoon aan het lullen, hoef niks op te schrijven. De laatste tijden waren super leuk. Voor het eerst, maar niet elke weekend in de kreuk. Maar deze Poolse jongen is ook onzeker. Ik kan niet klagen, maar soms haat ik deze leven. Ik ben altijd bezig, kan geen rust nemen. Is die album goed, hou ik iedereen tevreden. Het is weer ochtend in de studio. De oude mannen wallen zeggen dat de muziek loopt. Kijk die jochie, volwassen in zijn eentje. Vader was een klootzak, het kon hem niet schelen. Pietsen, vissen, scheren, meisjes. Ik heb het zelf moeten leren, was een pittig reisje. En mama is een topper, daar kan geen wasmachine tegenop. Ik heb haar nooit horen zeggen, ja het eten is op. Ik zal er altijd voor haar zijn en dat weet ze ook. Hoe de leven loopt,
party voor het leven. Dit is ons feestje, want hoe het vroeger was, zal ik nooit vergeten. Nooit was het veel, moesten altijd opletten. Er was geen kans om geld aan de kant te zetten. De buren hadden meer, maar mijn moeder werkte harder. En als het even kon, kwam ze altijd met verrassing. Elke verjaardag was altijd kind met cadeaus. Eén keer in de maand pakten we de Mackie ook. Daarom ben ik dankbaar, never arrogant. Als het moet, pak mijn hand, maar ik haal je uit de brand. De Poolse droom is aan het lullen als volwassen man. Ik ben mijn zakken aan het vullen voor het vaderland. Wauw. Mr. Polska live op Radio 538. Thanks live. Dat je hier wilde zijn vanavond. Ja, toch? Even de link die ik op Google heb gevonden met Mr. Polska en Lowlands. Dat is daar staat: het is een doodzonde dat alle serieuze popfestivals deze jongen blijven negeren. Want Polska zou iedere tent ondersteboven spelen. Van Pinkpop tot Lowlands tot Best Kept Secret. Nu even. Nee, want anders zou het een grap zijn. Nee, dat is het niet. Oké. Nee. Maar als je het wil, kan ik het voor je doen. Graag zelfs. Oké. Snoller is overal verkrijgbaar, Spotify, iTunes. De Snoller Lifestyle Tour begint op 21 februari in de Metropool in Hengelo. Gaat er daardoor naar Zwolle, Bergen op Zoom, Alkmaar, Groningen, Arnhem, Apeldoorn, Dordrecht. Alle informatie vind je op mrpolska.nl. Yes. Thanks dat je hier wilde zijn. En laten we afspreken dat je snel weer een keer komt. Ja, toch? Grootste applaus voor Mr. Polska. De avondploeg.